Rondom Weekend in Medemblik en zoals altijd op de zaterdagavond de Rondom Fietspuzzeltocht. Op de fiets, van opdracht naar opdracht, met dit jaar als thema kunst. Verkleed als een heuse Mondriaan, als een topmodeontwerper. Alles kon je afgelopen zaterdagavond tegenkomen in Medemblik op de fiets. Dit jaar deden er 700 deelnemers mee aan de fietspuzzeltocht. Een absoluut record. Bij de brandweerkazerne stond een levensgrote dokter Bibber opgesteld. En dat dat niet altijd helemaal vlekkeloos ging, ja, dat blijkt wel. Gelukkig was er deskundig hulp in de buurt. Dokter Bibber Braaksma legde de deelnemers uit welke onderdelen uit het lichaam moesten worden bewerkt. En de testen komt ook een andere patiënt. Ik weet alleen niet waar die zit, maar ik denk mensen achter me. Ja, deze achter. Ik ga aan de voorkant. Ik ga er wel eens in mijn hand. Een andere opdracht was tekenen. Hints. Al werd deze wel heel snel geraden. Dit is te tekenen. Hebben jullie best gezien? Nee, moet je proberen. Nou, probeer een beetje te tekenen. Geef wat hintjes. Oh, is dat je flavor? Oh, kijk, helemaal goed. Zie je, ze hebben hem nou al door. Hints, maar dan net even anders.